Zo grappig als ik het zaterdag nog vond. Al die mensen met mondkapjes op. Zo pistof ook er vandaag van. Wauw, wat een hypocriete mensen, jongen. Wat hypocriete mensen nog. Oh, oh, ik kan zo afschieten vandaag, jongens. Oh, man. Stem is een klein beetje terug. Ik ga nog niet al te veel doen vandaag. Dus mensen, bel me niet. Bel me niet vandaag. Want ik ga niet veel bellen vandaag. Alleen Richard ga ik wel bellen. Het is echt een ramp, mensen. Oh, die mensen allemaal. Ik zeg, waarom heb je dat ding nou op dan? Ja, het moet. Ik zeg, het moet helemaal niet, man. Het is een dringend advies. Ik zeg, haal dat ding af, man. Ja, maar we komen er toch nooit meer vanaf. Oh, ik zeg, ja, met die instelling komen we er inderdaad nooit meer vanaf. Nee. Ik zeg, de enige, maar we, er heeft niemand macht over ons, hoor. Ik zeg, het is alleen de macht die wij uit handen geven, die ze over ons hebben. Oh, wat een mogole, jongen. Wat een mogole, mensen. Oh, ezels. Het zijn inderdaad geen schapen meer, maar het zijn echt ezels gewoon. Ik zeg, ah, misschien ben je er naar 40 prikken wel vanaf, joh. Hè? Ik zeg, 50 of naar 60. Ik zeg, het komt vast wel goed. Nou, we komen er denk ik nooit meer vanaf, hoor. Wat een mafkees, jongens. Ik zweer het, ik doe nergens meer aan mee, jongen. Ze kennen de tyfus krijgen, anders kom ik nergens meer binnen. Ik had mijn eten wel, maakt me niet uit. Wat een gekke, jongen. Oh. En zaterdag kon ik er nog zo om lachen, mensen. Oh, ik denk grappig. Nou, vandaag ken ik er niet meer om lachen, hoor. Ja, er wordt niks van gezegd bij de Aldi of zo. Of... Maar het is echt, jongen, van een niveau, jongen. Echt waar. Wel fijne toekomst voor onze kinderen, toch? Dwang, drang en uitsluiting en mensen, toch, jongen. Och, och. Mensen, ondanks alles, een hele fijne dag. Heb ik jullie toch even gesproken vandaag. En ik kan vanmiddag wel wat Richard, maar ik ga niet meer zoveel bellen. Ik moest het gewoon even kwijt, man. Van je slaven allemaal, joh. Woensdag ze lopen de hele week zonder zo'n kutting op hun bek. En dan ineens, zaterdag moet het ineens. En dan doen ze het ook, man. Die zijn mensen gewoon lijp, jongen. Wauw, verdienen ze het nog wel, mensen? Verdienen ze het nog wel? Weet je, ik vraag me de laatste tijd steeds vaker af. Verdienen dat soort mensen wel dit mooie leven? Hetzelfde als mensen die ons dood wensen en zo. Goed, mensen, ik moet ermee ophouden, mijn stem is echt slecht. Ik wens jullie een fijne dag allemaal.